Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het begint al gelijk goed, want ik ben wazig. Ja, ja. Zo, nou geloof ik niet meer. Maar in ieder geval een hele fijne middag. En welkom bij een nieuwe vlog van ons. Ja, Corina in de beestenboel. Daar ligt Theo in. En daar is onze Frodo. En Gandalf nog, zover ik weet is die boven. Ja. Ik ben een bakje koffie bezig en even een beker cup aan soep, want ik heb zin in wat warms, want ik heb het koud, kan het niet warm krijgen. Rebecca is al geweest, ja, want ik ben er ook niet eerder aan toegekomen om te vloggen. Dus het huisje is weer netjes in spik en span. Ja, op één ding en daar baal ik van. Mijn vloer, jullie weten die vlekken, die gaan, hè, dat komt door mijn trippelstoel waar ik in zit. Nou, dat hoop ik ook binnenkort te vervangen voor nieuw en dan met een mat voor mijn stoel. Maar, wat ik erg vind, dat is even die camera draaien en mijn klepje naar beneden doen, zie ik zelf ook wat. Dat is dit. Kijk, ik heb een betonrot eronder en ik kan dat lijmen tot ik een onzeeg, maar dat wil niet. Nee. Het wil niet, maar dat is niet mijn probleem, nee, want ik ga daar een klacht over indienen. Maar dan moet ik het eventjes goed in mijn kopje hebben, hoe en wat. Want dat is iemand anders haar schuld, ja, jullie horen me goed, het is zij. Ik ga geen namen noemen, maar het is van de WMO. Ja, even koffie schenken. Zo, en een beker cup en soep. Oh. Zo, lekker, lekker, lekker. Ja, ja, maar ik was aan het morsen. Dat is niet lekker. Zo. Maar in ieder geval, het is van de WMO. En het gaat om een aantal jaren terug dat ik met mijn man hier kwam te wonen. Toen had die mevrouw, die had een brief geschreven. Naar ons. Dat moest een gelijkvloerse woning zijn of een aangepaste woning. Dit is een aangepaste woning met een hooglaagkeuken erin, met een stoellift erin, dat we naar boven kunnen. Ze was te lui om haar eigen brief te herlezen. Daar was ze gewoon te lui voor, dus dat heeft ze gedaan. Ze heeft het bevroren, maar wij moesten verhuizen. Want wij hadden de huur van dat andere huis al opgezegd. En zodoende, Wilma, die jullie ook al een keer hebben mogen kunnen zien en kunnen ontmoeten op de video, die heeft toen voor ons het oude laminaat uit het oude huis hier neergelegd. Toen hebben we daar nog even tijdelijk op moeten wonen. Met een hoop gekraak op de vloer, want ja, er zat geen ondervloer op. Dit is PVC-vloer, dat gaat in principe je leven lang mee. Nou, niet dus. Of het moet aan de kwaliteit liggen, dat weet ik niet. Maar dit gaat niet je leven lang mee. Dit moet er tegen kunnen met een trippelstoel of een rolstoel of wat dan ook. Maar het moet dan wel op een gladde ondergrond liggen. We hadden het willen laten egaliseren. Maar omdat zij, die vrouw, het bevroor, kregen wij dus geen verhuiskosten. Anders hadden wij die verhuiskosten daarvoor willen gebruiken dat het eerst geëgaliseerd werd voordat we erin konden gaan wonen. Dat, ja. Nou zit ik met de brabber. En dan mag zij dat eens proberen gaan op te lossen. Ja toch? Ja, want ik ben maar alleen en ik weet niet verder hoe en wat. Ik weet niet waar ik met mijn meubels heen moet. Ik weet niks en ik mag ook niet op een betonnen vloer leven. Dat is sowieso al slecht voor een mens. Maar in ieder geval, ik moet maar eventjes zien. We krijgen nou haast allemaal weer vakantie, et cetera. En wanneer zij op vakantie gaat, weet ik ook niet.
maar het is wel een kwestie van, ja. Ze moet daar maar eens even over nadenken wat we daarmee aan moeten. Want al zal ik hieruit moeten gaan, waar ik op tegen ben, tijdelijk oké. Met mijn diertjes, zorg maar dat ik ergens iets zit, weet ik van waar. Maar verhuizen doe ik absoluut niet. En ja, ze moeten het maar eens zien op te lossen. Op wat voor manier dan ook. Want ik ga hier niet meer tent. Nee. En anders halen we de rijder naar rechter erbij. Ha! Ja, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Het is hier nog steeds grijs, grauw, koud en niks aan. In principe weer om binnen te blijven, meen je? En Sandra, de van Zwerelo, die komt om een uur of half twee. Nou, die moet vanavond maar weer komen. De container moet naar de weg. Vorige week de groen al vergeten, dus die moet nou weer een maand blijven staan. Maar oké, doet er allemaal niet toe. Komt wel goed. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden. Het is alweer middag. En het is, laten we even, 14:42. De computer is bezig te renderen. Althans, de videopad. Dus dat gaat goed komen. Sandra is ook al geweest. Frodo is al buiten geweest weer. Die houdt zijn kap om, want ik ga weer de hort op. Ik moet eventjes naar mijn zorgverzekeraar Unive. Wil ik even een babbeltje doen. En dat komt allemaal goed. Ik wil, ik weet het even allemaal niet, maar ik zal het beter even op kunnen schrijven. Vanwege mijn schade aan die vloer daar. Daar ben ik voor verzekerd, zegt zij. Nou, oké, maar dan moet ik even weer weten. Maar dan ga ik Rijker ook even langs. Van schrijf even dat op, ja. En ik wil ook een cursus beginnen. Ja, voor eerste hulp en reanimatie, noem maar op. Dat wil ik gaan doen. Dus dat komt ook hopelijk goed. En dat moet ik daar ook voor wezen. En nou, ik moet even nog een cadeautje van mijn broer scoren. Want ja, die is de 28e jarig en dan viert het zondag. En als jullie denken, wat praat ze raar? Ja, ik heb mijn tong verbrand, dus dat doet zeer. Ja, echt waar. Dat doet echt zeer. Maar oké, waaraan ik het verbrand heb, weet ik ook niet. Nee. Ik zou het echt niet weten. Maar, komt vanzelf wel weer goed. Ja hoor, wat in je mond zit, dat geneest zelf alweer. Maar nu, mijn jas hangt ook al klaar, dus ik ga mijn jas ook aan doen. En nee, ik ga niet naar de familie Zwaan, die laat ik even een paar dagen met rust. Ja, misschien vrijdag, want Astrid die komt vrijdag niet. En dan kan ik daar weer even kijken. Ja, even een paar dagen met rust. En dan kun je ook zien dat ze groeien, tenminste zoals ze er nog zijn. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. En doe het met een glimlach. Gewoon blijven lachen, wat er ook gebeurt. Doe ik ook. Ja toch? Ja, gewoon blijven lachen. Ik zeg het tot later, als ik weer thuis ben. Want ik neem jullie dit keer lekker niet mee. Nee, doei. Ja, lieve vrienden. Het is al lang alweer avond, hè? Ja, we leven om, hoe laat is het? 19:54, bijna 8 uur. Bijna tijd voor GTST. Wij hebben hier met ons allen weer het goede genoten. Frodo heeft gegeten, Eowyn, Gandalf, ik heb gegeten. Dus ja, en ik heb vanmiddag aan het scoren geweest voor mijn liefhebbende broer Koen. Om een cadeau voor hem te kopen voor zijn verjaardag. En ik had nog wat geld voor hem over. Ik dacht, nou weet je wat, ik heb nog wel ergens een oud lijstje leggen. Ik doe het in het lijstje en dan uit nood kun je het glas breken. En hij moet ook nog oppassen dat het niet wegvliegt. Want wat heb ik gedaan? Ik heb van het geld een briefje. Hek, een vlinder gevouwen. Ja. Dus ja, moet je wel uitkijken dat die vlinder niet wegvliegt. Hè? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie avond. Voor later uiteraard wel trusten met mooie dromen.
En ook natuurlijk weer gezond uit je bed komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Hé, met jou Frodo, wat ben je aan het doen dat te snuffelen? Er valt er niks te snuffelen. Dat ik zou zeggen, tot dan. Doei doei.